Op 8 maart gaat in de Schouwburg van Entegent Parsifal in première. Na Candide en Aida is dat het derde deel en dus ook het sluitstuk van de Optimisme-trilogie. Peter Verhelst schrijft de nieuwe tekst en samen met Wim Obroek neemt hij ook de regie voor zijn rekening. Het muzikaal concept, gebaseerd op Wagners laatste opera, wordt ontwikkeld door Christoph Homberger en Jan Tchaikovsky. Wekelijks lopen we met de camera de repetitiezaal binnen, opdat ook u deel zou worden van het maakproces. Aflevering 1, 4 december 2013. Ik ben Peter Verhelst. Ik regisseer het stuk samen met Wim. Ik ben aan het luisteren momenteel naar de repetities van de muziek. En het fantastische is dat terwijl ik die muziek leer kennen, dat er allerlei beelden ontstaan die we dan samen bespreken met Homberger. Soms botsen die beelden een beetje met de betekenis van de muziek en soms Duitse die muziek, omdat dat uiteindelijk de betekenis is van het hele stuk. Dat we Parsifal gebruiken en tegenspreken. Het is een cadeautje om die stemmen te horen ontstaan en te zien hoe waanzinnig goed ze zingen. En om langzamerhand die betekenis daarvan te leren kennen.